In deze video maken we een drieluik. 3 foto's naast elkaar met een klein kadertje eromheen, wat tussenruimte, een schaduw eronder en nog een klein beetje tekst eronder. Op zich is het niet moeilijk werk. Het is misschien wel een beetje veel, omdat je ook een klein beetje moet rekenen. Nou, we beginnen met het sluiten van deze foto, want we gaan natuurlijk iets nieuws maken. En heel verrassend, voor een drieluik heb je 3 foto's nodig. Nou, we selecteren ze alle 3 en we openen ze in Photoshop. Ik wil bij deze foto's een klein zwart randje eromheen. En daar moeten we eerst eens kijken hoe groot de foto is. Als je kijkt naar de afbeeldingsafmetingen met de sneltoets Ctrl-Alt-I, dan zie je dat ze 667 pixels breed zijn en 1000 pixels hoog. Op zich niet zo gek groot, maar ik heb ze een klein beetje verkleind voor de sake of deze video. Dat kleine randje wat er omheen moet komen, dat wil ik aan iedere kant 2 pixels groot laten zijn. Dus wat ga ik doen? Nou, ik klik op annuleren en ik ga het formaat van mijn canvas aanpassen. En je canvas is eigenlijk gewoon je werkgedeelte. En dat doe je met Ctrl-Alt-C. Dan krijg je nu het volgende voor je. Je ziet daarin dus de afmetingen van mijn huidige foto en je ziet daar de nieuwe grootte. Daar zie je 2 dingen staan, de breedte en de hoogte en daaronder relatief en dan een klein soort kompasje. Nou, deze tool, daar gaan we dadelijk nog meer mee werken en dat kleine kompasje komt later nog aan bod. Als ik op relatief klik en als het uitstaat, dan zie je dus mijn absolute afmetingen. En ik zou hier gewoon de pixels bij kunnen tellen. Maar als je op relatief staat, dan zou je kunnen zeggen van hoeveel erbij moet komen. Nou, in dit geval wil ik 2 pixelrandjes links, 2 rechts, 2 boven, 2 onder. En 2 links, 2 rechts, dat is in totaal 4. Dus mijn breedte moet 4 pixels meer worden en mijn hoogte ook. Nou, ik wil een zwartkleurig randje. Dus de kleur zet ik op zwart. Eventueel kun je bijvoorbeeld ook op overige klikken en dan kun je zelf een nieuw kleurtje kiezen. Maar dat is in dit geval niet aan de orde. En je klikt op OK. Nou, het is een beetje lastig te zien met die zwarte achtergrond. Maar als ik inzoom zie je dat er een klein zwart randje komt. Dat ga ik ook bij de andere foto's even snel doen. Zo, heb ik ze in ieder geval allemaal gehad. Nu gaan we een nieuw document maken waar we deze 3 foto's in gaan plaatsen. En het is makkelijk om dat document net zo groot te beginnen als een foto. Nou, je kunt even kijken bij de afbeeldingsinstellingen. 671 bij 1004, dat moet je even onthouden. En we maken een nieuw document aan. En je klikt breedte 671 bij 1004. Nou, we houden hem gewoon op 8 bits en wit in de achtergrond. En we klikken op maken. Dit is ons nieuwe drieluik. Nu gaan we de andere foto's daarin plakken. Dus we selecteren bovenin gewoon een willekeurige foto. We drukken op Ctrl-A om hem helemaal te selecteren. Ctrl-C om hem te kopiëren. En Ctrl-W om hem te sluiten. En ik ga het niet opslaan. Nu zit er in het geheugen de foto die ik net gekopieerd heb. Klik ik nu op Ctrl-V, dan plakt hij hem erin. Nou, zo ga je alle 3 de foto's even af. Dus de volgende, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-W, niet opslaan en plakken in het nieuwe document. Nu heb ik het nieuwe document met alle 3 de foto's boven elkaar gestapeld. Alleen, we willen dat ze ook naast elkaar staan. Dus dit document moet ook groter worden. En dat gaan we wederom doen met de Canvas tool. Nou, de Canvas tool werkt op zich niet zo moeilijk, maar hij werkt altijd vanuit de onderste laag, de laag achtergrond. Dus die gaat hij groter maken. Daar blijven de foto's mooi bovenop liggen, dus ik kan dadelijk met de foto's gaan schuiven. Nou, wat ga ik doen? Ik wil een kleine tussenruimte van 50 pixels tussen de foto hebben. Zowel aan links als aan rechts. Dus mijn breedte neemt toe met 2 keer 50, 100 in totaal. En dat wil ik dan met een witte achtergrond. Oké, nou, je ziet al, dat zwarte randje wat er om de foto zat, dat zat er dus niet voor niks. Anders valt de foto weg in de achtergrond. Nu wil ik het canvas uitbreiden met de selectie van een hele fotobreedte aan 2 kanten. En dat is dus 2 keer 671. En dat is voor mij dan ook weer net te moeilijk. 1342 pixels. Oké. Nou, ik zoom even terug naar een grote. Nu heb ik al een canvas waar ik mee kan gaan schuiven in de foto's. En als ik dan op de V druk voor de selectietool, kan ik gewoon een foto opzij slepen. En als ik hem tegen de rand aansleep, dan zie je dat hij er tegenaan plakt. En op die manier kan ik gewoon gelijkmatig verdelen. Nou, nu heb ik in feite eigenlijk al gewoon een heel eind wat ik wil. Ik heb 3 foto's naast elkaar staan met een klein zwart kadertje, een even tussenruimte. Alleen er moet boven en onder en links en rechts ook nog een klein beetje extra ruimte komen. Nou, dat is links en rechts is dat 150 pixels, keer 2 is 300. En boven is dat 150 en onder was dat 250. Ik ga weer naar mijn canvas tool, Ctrl-Alt-C. En ik wil de breedte met 300 verhogen. En ik wil dit keer alleen maar bovenin ruimte hebben, die van 150 pixels. Als ik nou op OK druk, dan krijg ik boven 75 pixels erbij en onder ook. Nou, dan heb je dat plaatsingstoeltje. Als ik bijvoorbeeld hier op het onderste vlakje kies, dan zie je die pijltjes daar alle kanten uitwijzen. En daarmee zeg ik dus van je mag naar links en naar rechts met 300 pixels totaal uitbreiden. En je mag naar boven uitbreiden. En in dit geval is dat 150 pixels. Als ik nu op OK druk, zal er onder niks gebeuren. Tada! We zoomen weer een klein beetje uit. Onder wilde ik een randje van 250 pixels. En ik klik hier bij plaatsing dus op het bovenste vlakje, dat de plaatsing alleen naar beneden plaats gaat vinden. En ik klik op OK. Nu heb ik dus 3 foto's verspreid over mijn nieuwe vlak. Ik wil alleen nog een klein schaduwrandje bij deze foto's. Nou, dat kun je per foto doen, maar dat kun je ook in één keer voor alle 3 de foto's doen. Wat moet je dan doen? Je selecteert de foto's. Je houdt de shift ingedrukt en klikt de eerste en de laatste aan. Of Ctrl en dan klik je ze allemaal even aan. En deze ga ik groeperen. Dat doe je met de sneltoets Ctrl-G. Vervolgens zitten alle foto's in een groep. Klik ik op het pijltje, dan opent de groep zich. Klik ik nou naast de groep een keer dubbel, dan komt er een nieuw venster tevoorschijn. En in dit nieuwe venster, de laagstijlen, kun je dus gaan bepalen wat voor schaduw je wil. Nou, je wil in dit geval een slagschaduw, dus dat vink je aan. En dan zie je dat er al een schaduwtje bij komt. Maar klik je nou op het woord schaduw, dan zie je ook de eigenschappen voor die schaduw. Nou, je kunt bijvoorbeeld de dekking, de hardheid van de schaduw een klein beetje verhogen. De hoek waarmee het komt. Maar ook de afstand. De spreiding. Spreiding gaat in alle richten. En de grootte. Nou, en dan is het even wat jij zelf mooi vindt. Ik vind iets subtiels onder, vind ik wel goed. Nou, ik hou het even hierop. En je ziet dat dat over de hele groep gebeurd is. Nou, bevalt het je niet helemaal, en dat doet het me in dit geval ook niet, dan klik je nog een keer dubbel. En dan ga je naar slagschaduw. En dan ga je bijvoorbeeld de spreiding wat lager zetten. Zo. Zo vind ik hem mooier. Dit doet hij dus over alle objecten in de groep. En het voordeel daarvan is dat je dat dus niet 3 keer opnieuw hoeft te doen. Nou, in feite zijn we al een heel eind klaar. Nog een klein stukje tekst eronder. Doe ik in het lettertype Century Gothic. Photoshop komt standaard met heel veel letters. Gelukkig. En ik typ gewoon de naam eronder. Nou, je ziet deze letters zitten ook in dezelfde groep als van de afbeeldingen. Dus hij krijgt ook die slagschaduw. En dat is nou net niet de bedoeling. Dus ik sleep hem gewoon boven de groep uit. En weg is de schaduw. Nou, ik vind wel, het mag wel groter. Dit is bijvoorbeeld wel aardig. En ik druk op OK. Met het verplaatsgereedschap, kortweg de V, kan ik eventueel nog gaan schuiven. En je ziet als ik in het midden van de afbeelding zit dat er een paarse lijn bij komt. En ik wil hem nog een klein stukje laten zakken. Zoiets. En zo eenvoudig maak je een drieluik.